Ja, u bent hier van de Grote Moederkerk. Hoe kwam het nieuws bij u aan? Ja, het is natuurlijk al een paar jaar bezig, dit hele proces. Dus je hoopt het niet, maar je begrijpt het wel. Nou, u als vicevoorzitter heeft vanavond de avond een beetje geleid. Heeft het verhaal verteld, de boodschap gebracht. Hoe kijkt u terug? Op een hele positieve avond. Uiteindelijk, ja, er komen altijd op enig moment de emoties los. Dat is duidelijk. Maar ondertussen heb ik al van diverse parochianen complimenten gekregen over de wijze waarop ze meegenomen zijn in het besluitvormingsproces. En de duidelijkheid die het gegeven heeft. En ook de duidelijkheid in de beslisstappen daar naartoe, naar dit besluit. Daar ben ik blij om, dat het op die manier ook opgepakt wordt. Verwacht u veel vragen? Ja, waarschijnlijk wel. Zullen er toch natuurlijk. Kijk, ik ben niet ingegaan op allerlei financiële details, op allerlei modellen van inrichting van kerken. Dus ik verwacht dat daar toch wel, zeker op het financiële vlak, nog wel wat vragen zullen zijn. Van, ja, u heeft het nou wel gezegd dat de exploitatie van keuze voor een van de drie kerken weinig onderscheidend verschil uitmaakt. Maar geef dat nou eens met een cijfertje weer. Het is wel een spannend proces, denk ik, voor u. Een heel spannend proces, omdat je inschat dat emoties loskomen. Nou, dat is ook wel gebleken. Alleen, vooraf heb je nooit een duidelijk zicht of een gevoel bij waar komen de emoties vandaan en hoe hoog zal het oplopen, de spanning. En wat dat betreft ben ik dan blij dat het op deze manier verlopen is. En dat de mensen wel gereageerd hebben, maar ik zou haast zeggen ingetogen, begripvol. En ook wetende dat de situatie gewoon dwingt tot een keuze die nu gemaakt is. Ja, hoe kijkt u terug op deze avond? Nou, heel nuttig. En het is een voldongen feit. En iedereen die hier naartoe gekomen is, wist dat er iets gaat gebeuren. En er is nu duidelijkheid over. Toekomst. Met welke drive kijkt u naar de toekomst? Nou, met de drive dat we vanuit de huidige situatie naar een nieuwe toekomst gaan, in de zin van naar één kerk, één geloofsgemeenschap. We zijn inmiddels al een paar jaar één parochie in Roosendaal. Maar dan kunnen we dat ook beter gestalte geven op één plek waar we samenkomen. Van één plek uit waar we al onze activiteiten organiseren en ontwikkelen. En daar moet de kracht in zitten.